Hoi, hoe gaat-ie? Hoe gaat het? Ik is hier met Richard Simcott. Ja, in Thailand, in Bangkok. Ons is hier in Bangkok en ik ga Afrikaans praten en jij gaat Hollands praten. Ja, Nederlands, ja. Ja, zo ons kan elkaar heel goed verstaan. Ja, geen probleem hoor. Ja. Ik vind het eigenlijk heel, ja, gewoon, ja, niet, is het niet moeilijk om te begrijpen wat je zegt. Ja, het is ook niet voor mij moeilijk om te verstaan wat jij zegt, maar dat is verschillende woorden. So jij zegt begrijpt ja. En ik zeg verstaan. Ja. Maar ons verstaan elkaar, ons begrijpt wat elkaar zegt. Ja, en verstaan kan je ook in het Nederlands zeggen, dus het bestaat als woord. Dus ja, überhaupt geen probleem om ja, zoiets te verstaan, te begrijpen. Wat is de eerste ding wat je gezegd hebt? Überhaupt. Wat is dat? Überhaupt is een Duits woord in het Nederlands. Je zegt überhaupt. Ja, bestaat dat niet in het Afrikaans? Nee, ik ken dat niet. Nee. Nee. Dat is ja. At all. At all. Überhaupt. Wow. Ons zei glad niet. Glad niet. Glad, dus glad niet. Glad niet belangrijk niet. Glad niet. Nie. Ja, ja, überhaupt niet. Überhaupt niet. Dat is interessant, ik heb niet dat geweerd niet. Zo, heb je Hollands geleerd? Ja, ik heb in Rotterdam gewoond. Oké. Okay. Dus ja, 2 jaar lang ben ik gewoon Nederlands daar opgepikt. En, opgepikt. Ja, opgepikt, ja. Want ze opgeteld. 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 Ja, dus en gewoon van mijn baan, van mijn werk. Baan is werk? Mijn baan, ja. Mijn baan is job. Wat? Er zijn wel woorden die een beetje verschil zijn. Die groot verschil is drukkie. Een drukkie? Weet je wat een drukkie is? Wat is een drukkie? Een drukkie in Afrikaans is een hug. Ah, oh en, ja, druk om te. Ja. Maar in Hollands is dit een fart. En, ja, is wel een beetje anders dan. En in Afrikaans zei ons, ik is, ik hou van jou. Ja. Maar in Hollands betekent het, ik is lief voor jou. Uh-huh. So, je kan niet dat in Hollands zeggen, maar ons zeggen in Afrikaans, ik hou van jou. Nee, dat, I like you. Nee, gewoon, nee, dat gaat niet. Dus kan niet dat in Hollands zeggen. Überhaupt niet. Überhaupt niet. glad niet. Nee? Kan glad maar spreek je dan ook vaak Afrikaans en Nederlands met andere mensen? Mijn ma heeft een vriendin gehad wat Hollands was en hulle het die twee talen samen gepraat. Mm-hmm. Maar ik ken nie eigenlijk baie Hollandse mensen niet, dus so ik praat het glad niet, maar ik kan het helemaal verstaan. Ja, ja. Ik vind ook om te lezen is misschien ook makkelijker. Dit is makkelijk om te lezen en per keer kijk ik Hollandse tv en dat is vrij makkelijk om te verstaan. Ja, dat kan je ook begrijpen hoor. Dat had ik ook gevonden de eerste keer. Toen ik in Nederland woonde, hebben ze me dat naar Groot-Brittannië gestuurd voor een cursus van mijn baan. En ja, aan de receptie van het hotel waar ik was, spraken de mensen met mij in Afrikaans. Prachtig! Ja, en dan, maar dan zei hij tegen me, ja, gewoon in het Afrikaans, alles wat ze zeggen wilden. Dan, voor mij was het gewoon normaal, want ja, het was maar de eerste maal voor mij om Afrikaans echt te horen. Okay. Ik had het eigenlijk nooit geen ervaring mee gehad. Oké, okay, so jouw eerste ervaring met Afrikaans was in een hotel? Ja, dus, maar dan gewoon, ja, kunnen we wel begrijpen. Waar was die hotel? Dat was in Slough, of Slough denk ik, in Groot-Brittannië. Zijn er, ja, vlakbij Londen. Hoe komt er dan niet Engels met jou gepraat? Ja, want ze wisten wel dat de mensen van Nederland komen naar Groot-Brittannië voor een cursus. Bij dezelfde bedrijf eigenlijk, het was een bedrijf van Nouvelle. Maar hulle het Afrikaans gepraat in Nederlands niet? Nee, gewoon Afrikaans. Dat is interessant. Ja. Sure. Ja, want ja. Okay. Hij gaat wel. Mijn arm raak een beetje seer om hier die cellfoon vast te houden. Ja. Maar dat was baie lekker om met jou in Afrikaans te praten. Ja, baie lekker. Baie dankie Richard. Dankie voor die video. Graag. Bye. Doei.